Dan hebben we Marijn C. Dat is een Beerker Anton. Dat is ook een hengst met mooie rasuitstraling. Die zich in het onderzoek steeds op een positieve manier heeft ontwikkeld. Had al in het rijgedeelte mooie punten gescoord en moest vandaag zich nog toch nog wel bewijzen in het men- en tuigedeelte. Heeft het ook goed kunnen afsluiten en daardoor konden we deze hengst ook inschrijven in het stamboek. Ook bij deze hengst speelt positief mee dat hij een heel goed vakkende moeder heeft en een grootmoeder en ook een hoge vakwaarde heeft en daardoor voor de vakkerij een aanwinst kan zijn.